Hallo mensen, welkom in deze nieuwe video. En jullie denken vast, wat is dit een mooi scherm? En dat klopt, want het is nieuw. Hallo mensen, welkom terug in een nieuwe video. En vandaag wel te verstaan de unboxing van mijn nieuwe monitor, de Samsung S27F350FHU. Dat is een hele mond vol, maar we gaan gewoon direct lekker unboxen. De monitor is verpakt in karton met hard piepschuim. Het is niet het beste spul om spullen in te verpakken, maar het werkt wel. Nou, zoals jullie hier heel snel even zien, de doos zit goed gevuld. En we hebben hier de monitor. En de monitor is verder hartstikke goed beschermd tegen beschadigingen tijdens het vervoer van waar je hem al koopt naar huis toe. Er zitten meerdere dingen in. Natuurlijk de voedingskabel, een VGA-kabel, de handleiding, mocht je die nodig hebben, en de voetsteun natuurlijk. Let op, er zit geen HDMI-kabel bij, dus die zul je zelf moeten kopen. En die voetsteun heeft aardig wat gewicht. Het is niet de zwaarste voetsteun, maar het is ook niet de zwaarste monitor, dus dat is ook niet nodig. Om de voet te assembleren heb je weinig nodig, een kruiskopschroevendraaier en natuurlijk de twee delen van de voetsteun en natuurlijk de monitor zelf. Voor het eerste gedeelte van de voetsteun schuif je de twee delen gewoon in elkaar. Die klikken vast. En daarna heb je op de achterkant een schroef die je of met een schroevendraaier of je zou hem zelfs met de hand vast kunnen zetten. Er zit een lipje wat omhoog kan komen om hem vast te kunnen draaien. Om de voet aan de monitor te monteren adviseer ik om de monitor aan de rand van de tafel te leggen, zodat de voet zeg maar in de lucht kan hangen en niet op de tafel moet steunen direct. Nou, daar staat hij dan, de monitor. Even de specificaties, het is 27 inch, 1080p, 4 milliseconden, 60 hertz. Nou, achterop de inputs, er zit een HDMI, een VGA, de stroom natuurlijk. En hier is de aan-uitknop, die ook als joystick fungeert om door het menu heen te komen. Verder zit er achterop nog een VESA 75mm mount. En helemaal rechts achterop of links vanaf de voorkant gezien, er zit er nog een Kensington lock. De monitor heeft redelijke hoeveelheid tilt. Ik denk dat iedereen daar wel genoeg aan heeft. Hallo mensen, destijds op het opnemen van deze video was ik helemaal vergeten om een outro te maken. Dus dat doe ik nu even, tijdens het editen. Ik ben dit op dit moment aan het editen. Het is een super toffe monitor. Ik gebruik hem nu al even wat langer, want het echt lang heeft geduurd om deze video te editen. Tot nu toe, perfecte monitor. Het enige wat ik heb gemerkt is dat in de rechter en de linker onderhoek is er een beetje LED bleed, backlight bleed zoals ze dat noemen. Dus op het moment dat er helemaal niks op het scherm is, dus dat hij echt volledig op zwart gaat, zie je links en rechts onderin een beetje een lichte vlek van het licht. Maar dat is vrij normaal, dat heeft eigenlijk elke monitor wel. En bijvoorbeeld films kijken of gamen, merk je dat niet. Omdat er eigenlijk altijd wel iets op het scherm is wat toch licht geeft. En dan vallen die bleeds weg. Verder is het een super toffe monitor. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je hem leuk hebt gevonden, laat dan even een like achter. Subscribe ook. Laat misschien een comment onder deze video achter om mij advies te geven over wat ik beter kan doen. Wat jullie graag willen zien. Of voor jullie. Ik zie jullie al in de volgende video. Ciao.